26 boeren zijn middels loting geselecteerd voor zaaizaadproductie te Prins Bernhardpolder in Nikeri. Het betrof namelijk de selectie voor kavels die samen ongeveer 500 hectare beslaan en de Stichting Experimentele Landbouw toebehoren. Door tussenkomst van een op te richten coöperatie zullen deze gronden, die in grootte variëren van 15 tot 25 hectare, onder strikte voorwaarden aan de boeren beschikbaar worden gesteld, waarop onder begeleiding van Adron zaaizaad geproduceerd zal worden. De dienst Slans Bosbeheer heeft op 17 en 25 april 32 in beslag genomen zangvogels ontvangen van de politie. Deze vogels zijn in beslag genomen op de Johan Adolf Pengel Internationale Airport. Deze zangvogels zouden gesmokkeld worden naar Nederland. De personen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt zijn aangehouden en in verzekering gesteld. En ze kregen een boete opgelegd van 10.000 SAD per vogel. De vogels zijn door LBB Natuurbeheer in de vrije natuur losgelaten.